NEC heeft een contract getekend met modemerk S. Oliver. De selectiespelers zullen de komende 3 jaar op wedstrijddagen de kleding van S. Oliver naar het stadion en na afloop in de supportersruimte en business lounge dragen. Woensdagmiddag pasten de spelers alvast hun nieuwe outfit. Nieltje, we hebben net een hele kledingsessie achter de rug met de spelers van NEC. Zijn jullie blij met deze overeenkomst? Ja, super. Ja, we voelen gewoon echt heel de team spirit hier die wij bij ons bedrijf ook heel erg voelen. En dat is een hele goede match, dus we vinden het leuk om hier zo leuk met elkaar bezig te zijn. En met kleding in plaats van met voetbal nu eventjes. Hè. Om wat voor kleding gaat het precies? We hebben 2 outfits samengesteld. We willen het wel een beetje casual houden, dus niet te zakelijk allemaal. De een is met een wit overhemd en een leuk colbert voor de iets formelere gelegenheden. En de andere is met een meer casual overhemd, dat het ook allemaal wat meer informeel kan zijn. En het is niet voor de eerste keer dat S. Oliver zich beweegt in de wereld van het voetbal, hè? Nee, het is voor ons geen onbekende wereld. We zijn vroeger sponsor geweest van Dortmund in Duitsland. En we kleden tegenwoordig ook Bayern München in Duitsland. Gaat het alleen om de spelers of ook om de staf? In dit geval alleen om de spelers. Ja, die voetballers, het is net als met de haren, de kapsels. Ja, kleding, daar zijn ze vaak heel erg uitgesproken over. Weten ook precies wat ze mooi vinden en wat ze niet mooi vinden. Wat merk jij daarvan? Ja, het zijn mannen, dus het moet allemaal snel. En het moet snel goed zitten. Maar als het dan goed zit, dan kunnen ze daar denk ik ook wel heel erg blij mee zijn en het waarderen. Wat vind je ervan? Ik vind het wel mooi. Een beetje een mix van netjes en casual. En ik denk dat iedere voetballer wel daar van houdt. Ja, dat is een prima pakje denk ik. Ja, zit wel goed. Beetje mooi casual, maar ook wel netjes. Dus ziet er goed uit denk ik. Dat gefällt mir sehr, dieser Anzug. Is zeer schön en dat past zu ons. Iets wat je ook privé zou dragen? Ik ben niet van de colberts en van de nette bloesjes, maar als het zou moeten dan... Ik heb het in ieder geval wel in de kast hangen, alleen het is niet zo dat ik het elke dag draag. Nou, meestal niet zo'n jasje, maar een spijkerbroekje en een bloesje heb ik al vaak aan, ja. Privaat, ja, het komt erop aan, zu welchen Anlass es drauf ankommt. Normalerweise casual, aber wenn man halt irgendwie irgendwo hin muss, in ein Restaurant oder halt zu spielen, dann eher schick. Vind je het belangrijk om er goed gekleed bij te lopen? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is naar de uitstraling, naar de rest van de club en van de mensen die hier rondlopen. Het is wel belangrijk dat je zo'n beetje netjes bijloopt. En als je rondkijkt, dan ziet het wel leuk uit. Ja. Ik denk ook, dat zet een statement. Als speler moet man halt een voorbeeld zijn voor andere mensen, denk ik. En met deze outfit denk ik dat we dat op ieder geval maken kunnen. Dat is super. Thank you.